Hey beste koetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Hardcore Survival Serie. Yay! Dit is de tweede aflevering waarbij ik de nieuwe world starter eveneens genaamd Hardcore. En wat gaan we deze aflevering doen? Nou, ik zie er een stel mooie kolen zitten die zich op ze laten wachten totdat ze uit de muur gerukt worden door de sterke armen van mijn koe. Hoe kan ik even laten zien hoe mijn gast eruit ziet? Dat ben ik even vergeten. F4, F5? Ah, kijk, F5. Kijk eens aan, ziet eruit als een heel gestoorde koe. Hoe doe ik ook weer mijn fucking schermwerk, dankjewel. Zo, nu hebben jullie hem gezien. Kijk eens aan, nu zijn we heel blij mee. Maar goed, ik zal daar zo kolen zitten en die moeten we even gaan minen. Het is natuurlijk even wel de vraag hoe we die gaan pakken. En ik ben trouwens benieuwd wat met mijn boom ervoor staat. Laten we dat maar eens even bekijken. Zoveel shit om te doen, hè. We hebben maar één grotwoning waar we het maar kunnen doen. Eens kijken. We hebben daar dus een boomtje geplaatst. Daar is nog steeds een zwevend stukje boshoutding. Bladeren, dat was het. En ik weet mijn god niet waarom dat het daar gewoon hangt. Kijk, daar is dus een boom opnieuw gegroeid, volgens mij, want die hebben we laatst geplant. Maar ik vind het jammer dat daar misschien ook nog een boom staat. Dat is niet het jammer, maar ik vind het jammer dat de vorige boom niet meer saplings gedropt had. Want we zitten nu een beetje weinig saplings en bomen in dit terrein. Hier zit trouwens ook veel kolen. Laten we hier maar gewoon even naar binnen gaan, weet je. Hier zijn we ook nog nooit binnen geweest. En het is beter dan die hele berg opklimmen. En we hebben hier ook gewoon kolen. We hebben al ziek veel kolen, volgens mij. Dat is al een hele aflevering. Gaat gewoon om kolen. Waarom ook niet? We gaan gewoon een hele aflevering kolen minen. Want dat is de meest makkelijke meuk om te krijgen in het spel. En dit gat irriteert mij. Hebben we niet toevallig steen bij ons? Natuurlijk hebben we steen bij ons. Wie geen steen bij zich heeft, is gewoon een fucking noob. Ja, yeah, laten we trouwens wat toortjes plaatsen. Hopelijk gaat deze grot aardig diep. Dat zou ik op zich wel mooi vinden. Aan één hand wel, aan de andere kant niet. Want diepe grotten staan meestal gelijk aan enemies. Aan mopjes. Dat is wiskundig bewezen. Ik wou zeggen wetenschappelijk. Maar wiskunde is eigenlijk ook wel weer een wetenschap. En ik heb wel eens gehoord dat wiskunde gewoon iets is om iets te verklaren. Om dingen te verklaren. En dat het eigenlijk een wetenschap is. Want wiskunde is eigenlijk niks. Want ja, het is leuk dat ik weet ik wou voor iets moeilijks bedenken, maar ik heb geen moeilijke wiskunde die op zich dan wel nog logisch is in het leven. En dat is wiskunde A. En wiskunde A is gewoon eigenlijk ik zou persoonlijk zeggen de makkelijkste wiskunde, maar is eigenlijk ook de enige wiskunde die ik kan. Dat is niet wetenschappelijk wiskunde, dat heeft vooral met economie te maken. Bijvoorbeeld, de kansberekening waarvan je hebt vijf oude oma's bij een snelweg en je duwt er drie overheen. Of je duwt er drie overheen. En welke haalt dan de overkant? Wat is de kans daarvan? Zoiets, weet je. Ik zeg ook maar wat. Een beetje kansberekening. En ook nog eens berekenen van je maakt iets en dit heeft een afwijking van zoveel. En hoeveel van die dingen hebben een afwijking. En we hebben aardig wat ijzer trouwens. Laat ik trouwens meteen naar boven gaan. Aangezien we nu ijzer hebben, kunnen we op zich al iron tools gaan maken. Maar ik weet niet waar ik prioriteit aan wil geven. Of iron armor of iron tools. Ik denk nog wel iron armor. Aangezien we nog steeds hardcore doen. En het beste is natuurlijk om gewoon om alle het snelst armen te krijgen. En om alle koeien te gaan afslachten die er niet eens zijn, by the way. Is ook niet echt iets handigs. Laten we het even allemaal weghakken, deze kolen. Ik denk dat ik een beetje omhoog moet gaan met wat cobblestone. Ik heb mijn armen ook. Aangezien er gewoon altijd een creeper achter mij opeens kan komen. Of een skeleton of een zombie of weet ik veel wat. In ieder geval iets dat niet aardig tegen mij is. En mij heel graag het leven zuur wil maken. En het me het liefst het leven wil nemen. Alsof het mijn maagdelijkheid is of zo. Dat willen ze. Dat is hun geheime agenda in dit spel. Ze willen je gewoon altijd dood hebben. En ze hebben geen reden om je dood te maken. Al misschien wel. Want misschien kom ik op hun terrein. Als ik zo'n grot binnenstap. En er staat geen bordje van. Pas op, hier woont creeper Johannes. En hij wil niet dat je hier komt. Dat we dan heel vervelend. En op zich zitten we nu wel goed. We hebben aardig wat kolen. Dit kan ook weer even weggehaald worden. Want dit heeft niet echt veel functie. En het staat alleen maar een beetje lelijk. Ik wil een beetje mooi mijn. Maar ik ben zeker wel blij dat deze biome is niet super slecht. Misschien qua voedsel en weet ik veel wat. En het scherm vastlopen. Maar voor de rest is dit geen slechte biome. Het zijn schapen en er zitten als goed is nog ergens kippen die ergens rondlopen. Want in de vorige aflevering had ik één kip in leven gelaten. En die moest ervoor zorgen dat hij weer nieuwe soortgenoten kreeg door zichzelf te klonen. Dus het is zelfs wel een mooie rivier. Gewoon stroomt allemaal water uit de bergen. Een beetje uit grotbeekjes of ik voor wat iets leuks, wat moois in deze bergen zit. Voor mij is dit wel zo'n terrein waar heel veel goede mines te vinden zijn. Gewoon mines onder de grond, echt van die open gaten waar we net toevallig binnenkwamen. En hebben we trouwens voedsel bij ons of niet? We hebben nog één roasted chicken. Als we te weinig hebben, dan kunnen... Oh, kijk, we hebben ook nog pork chop. Handig. We hebben nog meer genoeg voedsel. Nou, even een deel van de kolen hierin proppen. Of gewoon alle kolen, maakt het uit. Maar we hebben trouwens nog even een kist nodig. Die plaatsen we gewoon wel even hier. Gaan we gewoon dit even weghakken in ons grotwoningje. Als echte holbewoners die we zijn.
Alle hobbelbewoners die maakten geen grotten. Die vonden gewoon een grot en dachten van... Deze grot, deze vind ik leuk. Ik ga hier wonen. Maar maak ik weer de kist? Volgens mij... Wat kon ik daar maken? Zag ik dat nog goed? Oh ja, crafting table natuurlijk. Zo maak je nog een kist. Zo maak je een kist. Mooi, dan maak ik gewoon meteen een dubbele kist. En in ieder geval meer genoeg ruimte om spullen te dumpen die we toch niet gebruiken. Zoals verder hoeven we nog niet te gebruiken. Dirt ook nog niet. Sticks altijd wel handig om je bij je te houden. Ik wil de cobblestone wil ik ook nog wel bij me houden. Torches is ook handig. Voedsel en wood kunnen we trouwens wel hier gewoon laten. Het wood. We hebben toch steen als we omhoog willen bouwen. Als we vast komen te zitten. Je weet maar nooit, hè? Hoe zit het trouwens voor met ijzer? Vier ijzer. Mooi, dan kunnen we in ieder geval schoenen van maken. Dat moest op deze manier, toch? Ja, dat is inderdaad zo. En dan voor het volgende ijzer maken we een hoed. Maar dat komen we later op terug. Of hoeveel hebben we nu? We hebben nu drie ijzer zo meteen. Wat kunnen we met drie ijzer? Oh, een bucket. En met de bucket kunnen we weer een farm beginnen. Dus weet je wat? Ik maak gewoon een farmpje. Ik ga gewoon even een bucket maken en dan gaan we een farmpje beginnen. Dat lijkt me echt super handig. Aangezien er niet echt een voedselbron is in deze buurt. Behalve wat dieren, maar dat zijn schapen en die droppen geen voedsel. Wat ik nog steeds wel een beetje heel erg jammer vind dat ze geen voedsel droppen. Dat je niet zwarmer krijgt of zo. Wel, de Nederlandse zwarmer is volgens mij gewoon varkensvlees. Tenzij het echt bij zo'n islamitische slager haalt, ik veel wat. Of als je specifiek naar vraagt, dan krijg je gewoon wel echt schaap. Maar dan krijg je... 9 van 10 keer is het volgens mij gewoon varken. Maar we gaan eens even een farm starten. We moeten even een hoe maken. Had ik niet toevallig per ongeluk de vorige keer een hoe gemaakt? Ik kan me herinneren van wel. Of was in een video dat ik zie dat van Minecraft. Dat ik nu mijn eigen video's vermeng met iemand anders video. Had ik niet ergens een hoe nog hier genoemd? Nee, nou dan moeten we even eentje maken. Oh, ik had hier al een kist staan. Hier zat een hoe in. Ik wou het zeggen, we hadden een hoe. Nu heb ik drie kisten. Maar waarom heb ik die kist niet zien staan? Eigenlijk geen idee. Hij stond daar opeens. En hij kijkt me na. Maar hoe gaan we dit aanpakken? Ik denk, met die schapen in de buurt is niet zo heel verstandig. En we hebben trouwens nog even wat zaad nodig. Zaad, ik weet het flauw. Maar we hebben dus zaad nodig. We moeten even wat plantjes gaan raggen. Oh, ik had hier trouwens ook nog een boompje geplant. Wat had ik helemaal niet gemerkt, joh. Ik wou gewoon even een heel ecosysteem aan bossen bouwen. Met bomen. Een beetje van dit spruce wood. Dat is dennenhout. Oh, dennenhout. Oh, dennenhout. Zonder jou had ik het vreselijk koud. Maar het maakt echt helemaal geen dendro uit. Want het is Minecraft. En er zit niet iets bij wat hitte. Wat temperatuur invloed heeft op je lichaam. Yeah. Misschien gaan ze dat misschien ooit een keer in de toekomst implanteren in dit spel. Dat je ook echt voedsel of heden moet. Nee, niet voedsel. Dat zit natuurlijk alleen maar echt warm moet blijven. En als je nat wordt, dat je dan onderkoeld kan raken. Dat je daarom warm moet blijven. Dus een beetje als in DayZ. Ondertussen ook in de DayZ standalone. Dat heb ik ook toevallig. Ga ik misschien nog een keer een serie over maken. Ik weet het niet, want je komt natuurlijk andere spelers tegen. Dan moet ik echt even een DayZ, Nederlandse DayZ server opzoeken, ben ik bang. En het wordt alweer donker zo te zien. Dus laten we nog even wat snel wat zaad zoeken. En dat kunnen we dan even in mijn zak stoppen. En dan spuit het morgen overal op de grond hier. Ja. En dan groei de plantje uit. Was dat bliksem? Of donder eigenlijk? Want bliksem kan je niet horen. Was dat gewoon een beetje raar ruis in mijn koptelefoon? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ga gewoon weer even weer een beetje toe. Maar ik ben nog lang niet boe. Zou ook graag zijn ook gingen ze echt energie erin stoppen. Dat je moet slapen. Anders ga je dood omdat je moe bent. Dat kan hoor. Je kan in echt doodgaan als je niet genoeg slaapt. Dat is een serieuze dood. Voor mij sterf je eerder aan gebrek aan slaap dan aan gebrek aan drinken of eten. Ja, eten is voor mij het laatste waar je aan sterft. Want je lichaam gaat dan op een gegeven moment ook je spieren verteren. En eigenlijk kan je dan niks meer. Dan kan je eigenlijk ook niet meer lopen. En als je spieren werken dan niet meer. Wat is eigenlijk voor plan? Ik heb hier allemaal kool en shit. Maar, oh ja, misschien hekjes maken. Dat is misschien op zich nog wel handig. Of ik doe het even anders. Ik denk dat ik het even anders ga doen. Ik kan misschien ook wel ondergrond gaan bouwen. Maar dat vind ik persoonlijk eigenlijk niet zo leuk. We gaan wel even hekjes maken. We gaan even extra sticks maken. We gaan even dit allemaal opmaken aan sticks. En dan sticks maken. En dan... nee, hekjes maken. Dan hebben we tenminste even een afscheiding. Van waar dat er geen beesten komen. Zo maak je een ladder volgens mij of niet? Zo maak je een ladder. Hoe maak je dan ook alweer een... eentje hier in het midden of zo. Naar deze weg. Nee, shit, hoe maak je een fence ook alweer? Shit man, ik ben vergeten hoe je een fence maakt. Waarom moet ik nu vergeten hoe je een fence maakt? Dat is niet zo handig. Ja, weet je wat, ik zoek het wel weer op. Ik zie jullie zo wel weer.